Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In de rubriek Seks Met praat Nienke dit keer met Elise. Elise ken je natuurlijk van de hit Oude Merk uit 2006, maar ook als presentatrice van So You Think You Can Dance, de Kids Top 20 op Zep, LA Breakfast en Q Sport. Ze stond meermaals op de covers van Talkies Magazine, FHM, Veronica Magazine, Vrouw, Yes, Panorama en nog veel meer. Na 8 jaar in Los Angeles te hebben gewoond, is Elise in 2018 teruggekomen in Nederland. Ze woont samen met oud-voetballer Hedwigus Maduro in Amsterdam en heeft onlangs haar nieuwe single Say Goodbye gereleased. Uiteraard wil Nienke weer alles over haar weten en dat hoor je nu bij Seks, Relaties en Liefdes. Elise, ik vind het onwijs leuk dat je hier bent. We waren net al in gesprek en er werd al veel te veel verteld wat ik eigenlijk ook in de podcast wil bespreken. Ja, leuk om hier te zijn, gezellig. Ja, ja. Nou, ik vind het echt onwijs leuk. Wij gaan het hebben over seks, relaties en liefdes. Ja. Ja, heb je het daar graag over? Nou, privé wel. Vriendinnetjes. Op een podcast nooit eerder. Dus ik zat wel van tevoren in de auto hier naartoe een beetje te bedenken van joh, weet je, wat zou ik dan wel en niet willen delen? Want het is natuurlijk voor mij, ik denk ook voor misschien ook omdat mensen dat ook wat interessanter vinden. Omdat ze dan, omdat mijn vriend bijvoorbeeld best wel bekend is en want we weten hoe dat precies zit. Ja. Ik toch denk, wat wil je precies loslaten en wat niet? En ben je hierheen gekomen met restricties over wat je wel niet mocht vertellen? Nee, totaal niet. Nee, hij vertrouwt mij er wel op dat ik geen hele rare dingen ga zeggen. Nee. Nou ja, en zoals je weet, het is absoluut niet de bedoeling om hier een of andere geweldige roddel rubriek van te maken. Ja, precies. Hey, ik had jou als eerst gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou staan voor seks, relaties en liefdes. Wat zijn die geworden? Dan begin ik eigenlijk met humor. Omdat ik het heel belangrijk vind dat iets nooit saai wordt. En dat je daarin echt op één lijn ligt. En ik merk, ik ben nu 2,5 jaar met mijn vriend samen. En we lachen nog steeds elke dag. En er zijn elke week wel een paar momenten waar ik echt tot tranen toe gewoon aan het lachen ben met hem. Omdat we zo op één lijn liggen wat dat betreft. En dat maakt het ook in de periodes dat het wat stressvoller is. Natuurlijk nu met corona. Veel minder werk voor mij. Weet je wel, onwijs veel werk voor hem. Die balans is natuurlijk heel anders dan bij ons in de relatie. Maakt het dat toch nog heel erg leuk. Ja. Alle kleine dingetjes die hij doet om mij te laten lachen. En ook, we hebben gewoon onwijs veel lol met elkaar. Ja, maar is het echt een zo'n actief onderdeel van jullie relatie? Dat hij ook echt zijn best doet om jou te laten lachen? Ja, maar soms ook wel een beetje een te groot deel misschien van de relatie. Ik denk natuurlijk niet, je moet bedoelen, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Daar geloof ik heilig in. Soms denk ik ook, nou, we zijn nu zo lollig aan het doen dat het ook een beetje minder sexy is allemaal. Ken je dat? Want ik denk ook niet even ophouden met de stemmetjes of de gekke blikken. Want dan kan ik sommige dingen ook niet meer helemaal serieus nemen. Omdat ik hem zo grappig vind. Dus dat is soms ook wel om dan weer te switchen naar een serieus moment of zo, weet je wel. Wij zien altijd overal heel veel lol in. Is het dan ook een beetje dat je dat humor op zich wel mag in de slaapkamer, maar dat het niet continu altijd maar moet zijn? Zeker, ja. Mag zeker. We hebben ook onwijs veel lol met elkaar daarin. Alleen, inderdaad, op een gegeven moment moet je wel, ik kan er naar zo'n kop kijken en dan moet ik al heel hard lachen. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, weet je wel. Als je in een voorspel zit en dat je in één keer keihard moet lachen. Nee, dus ik vind wel dat we, daar moeten we ook nog wel een beetje aan werken, moet ik zeggen. Dat we echt altijd te veel aan het lachen zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar aan gaan werken. Dat hoef je niet nu te vertellen, maar ik ben heel benieuwd naar. Hey, wat was het volgende woord? Vrijheid. Ja? Dat is vooral voor mij, maar ook voor hem. Wij zijn wel heel erg hetzelfde in bepaalde dingen. We hadden allebei toen we elkaar ontmoeten op vrij late leeftijd natuurlijk. En dat was ook de eerste keer dat ik dacht, wauw, met deze man wil ik een toekomst opbouwen. Dat heb ik nooit eerder gehad, met geen enkele relatie die ik voorheen had gehad. En dat maakte me ook soms best wel paniekerig. Zo van, jeetje, ben ik dan zoveel anders dan anderen dat ik maar niet dat dekseltje vindt op mijn potje. Dat het gewoon niet past of niet klopt iedere keer. En het virus kende ik al 14 jaar.
En ik had altijd een wijs leuke klik met hem. Als ik hem zag, stonden we in de club bijvoorbeeld stonden alleen maar te dansen. En dachten mensen ook oprecht dat wij ook gewoon samen waren. Maar er was nooit wat gebeurd. We hadden altijd een soort van grens. En daar praten we ook niet over. Het was gewoon heel fijn om elkaar te zien en heel gezellig. En als het dan... hij ging dan weer naar waar hij was in Spanje op dat moment. Of Griekenland. Hij heeft in heel veel plekken gewoond. En ik weer op een gegeven moment terug naar Amerika. En dat was ook gewoon hartstikke leuk. En hij had dus ook nooit... Ook bij mij, voor het eerst dat hij dacht, jeetje nou, dit klopt gewoon. Dus dat is wel heel grappig dat het pas zoveel later kwam. We hadden die vrijheid gewoon heel erg nodig daarvoor. En ik heb nu ook in de relatie merk ik dat ik het heel fijn vind. We zijn allebei niet jaloers aangelegd. Ik kan echt wel zo'n moment hebben dat ik denk, een hele mooie vrouw voorbij. Dat denk je, jeetje zeg, maar dan ben ik ook... Iemand die dan zegt, wat een mooie vrouw. Een hele mooie vrouw. Ja. Nou ja, weet je, je wordt toch ouder. Ik denk dat elke vrouw wel de onzekerheden heeft van jeetje. Weet je, ik ben nu bijna 40. Ja, natuurlijk voor ben je ik gevoel, bijna. Ja. Maar zo voel ik me helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus dan zie je gewoon een meisje van 20 voorbij lopen en denk je, wauw, die heeft nog echt zo'n heel leven voor zich. En, maar waar raak je dan een soort van een beetje, nou ja, ik zou zeggen geïntimideerd, maar dat is misschien een beetje een te zwaar woord. Want van het idee dat zij dan nog haar hele leven voor zich heeft? Ja, omdat het zo'n leuk deel van mijn leven was. Omdat ik het zo lekker vond om gewoon te reizen. En helemaal niet na te denken over wil ik kinderen of niet. Ga ik ooit trouwen? Dat waren dingen waar ik nooit mee bezig ben geweest. Tot op een gegeven moment je 31 bent en mensen gaan vragen om je heen van... joh, komt er eigenlijk nog een keer een kind? Of ga je eigenlijk nog een keer... trouwen met elkaar? Of dan woon je samen. En dat is natuurlijk ook een hele logische vraag voor anderen. Maar ik hou heel erg van mijn vrijheid. En ook heel erg in een soort van go with the flow mentaliteit in mijn leven. Omdat ik graag heel veel wil reizen en heel veel wil genieten. Voordat ik dan inderdaad me toch wat meer vastleg en wat meer bind aan iemand. Nou, met het wiegen is het heel erg duidelijk. Daar wil ik gewoon heel graag. Daar heb ik zoveel plezier mee. En dat voelt zo veilig. Daar wil ik gewoon heel graag de rest van mijn leven mee zijn. Je weet natuurlijk nooit hoe het leven loopt, maar weet je, geniet van elke dag en dat gevoel. Maar we geven elkaar genoeg vrijheid, want hij reist onwijs veel. Op dit moment even natuurlijk wat minder in verband met corona, maar hij is coach van of assistentcoach van Oranje onder 17 op dit moment. Dan is hij steeds de interlandperiodes weg. Dan is hij weer, binnenkort gaat hij naar Curaçao voor een week voor werk. Ik was zelf een paar keer per jaar meestal in Amerika. En dan bleef ik soms ook wel 3 weken weg. En dan kwam ik terug en dan was hij weer 2 weken weg. En dan kwam ik terug en dan kwam hij terug. En dan was ik weer voor een optreden in het buitenland. Dus, en daar kunnen we prima mee omgaan. En juist die vrijheid en dat vertrouwen wat je elkaar geeft, dat vind ik heel erg fijn. Ja, maar stel jij had dus wel 14 jaar geleden een relatie met hem gekregen. Had jij dan diezelfde vorm van vrijheid, van reizen, in Amerika wonen, had dat dan ook gekund? Of was dat niet met elkaar te combineren geweest? Dat was moeilijk geweest, denk ik. Omdat hij dan toen heel erg plaatsgebonden was. Ook al laten we elkaar heel erg vrij en kan ik prima zonder hem reizen. Hij is gewoon, zeker op zo'n jonge leeftijd, ja, ik vond het toen vooral heel lekker om helemaal niet te voelen dat ik ergens vast zat. En ik denk, als ik toen al met hem geweest was, toen we elkaar ontmoetten, toen was hij... net weg bij Ajax speelde hij bij Valencia. Nou, toen heeft hij wel eigenlijk volgens mij een jaar of 6 in Spanje gewoond. 5, 6. Ja, dat is natuurlijk een prachtige plek om te wonen. Dus vanuit daar kan je natuurlijk ook onwijs voor reizen. Maar hij zat wel echt 7 dagen in de week was hij bezig met zijn sport. En dan is het toch moeilijk om te zeggen van kom, we gaan even lekker hier naartoe. Ja, dan had jij waarschijnlijk op jouw gevoel voor vrijheid moeten inleven. Omdat je aan hem gebonden was. Precies. En hij weer aan zijn werk. Ja. Ja. Wat was het volgende? Even kijken hoor. Kwetsbaarheid. Ja? Ja, ik vind het heel fijn dat ik... ik heb al best wel lang een periode eigenlijk... een soort van in een fight or flight mode gezeten voor mijn gevoel. Dus dat ik probleem na probleem tackelde en altijd een soort van mentaliteiten had van niet huilen, doorgaan, leren van de situatie. En op een gegeven moment gaat dat je opbreken. En ik heb op een gegeven moment een cleanse gedaan van mijn lichaam. Dus gekeken naar hoe zien de gifstoffen in mijn lijf eruit. Hoe hoog is mijn level van kwik, van calcium, van lood. En hoe kan ik het naar beneden krijgen? Toen ben ik mijn lichaam dus gaan reinigen. Door heel bewust te leven, hele goede dingen te eten. En iedere keer weer opnieuw te testen en kijken wat mijn lichaam nog meer nodig had. En weet je waar het vanaf moest. Toen merkte ik, en toen zei degene die mij hielp bij dit proces, die zei joh.
je hebt een paar calcium shell, je calcium shell heb je omhoog staan. En op een gegeven moment gaat het naar beneden en dan word je echt... kan het zijn dat je heel erg veel gaat huilen en heel erg emotioneel wordt? En toen dacht ik, ja, ik emotioneel, doe lekker normaal. En toen zei ze, nou, op een gegeven moment, ja, na een volgende test, je calcium shell is nu wel echt weg. Dus er gaan wel echt dingen uitkomen, ja. Trauma's die jij ooit hebt weggestopt. En dat kan in de baarmoeder van de moeder zijn gebeurd. Van je kunnen hele kleine dingen, kunnen zijn, hele kleine dingen, ja, zijn geweest. Maar die gaan er wel uitkomen. Dus wees je ervan bewust dat als je in één keer wakker wordt en je zit vol verdriet en je komt je bed niet meer uit en het leven zie je niet meer zitten en het is gewoon echt, het kan best wel intens zijn, dan weet je dat het daardoor komt. Nou, dat gebeurde dus inderdaad. Ik lag daar een beetje uit van, nou ja, dat gaat mij nooit overkomen. Want jij had immers al zoveel overwonnen. Precies. Ik dacht, joh, ik kan echt alles aan. Maar toen kwam dat inderdaad allemaal uit. En sindsdien ben ik veel emotioneler. Dus ik kan echt al naar nieuws kijken en gewoon... ja, een traantje laten. Dus. Ja. Maar het mooie is dat heel veel mensen zien kwetsbaarheid als een zwakte. En dat, ja, je alleen sterk bent als je het er dus niet laat zijn, maar door blijft gaan en alles aan kan. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja, het is complete onzin. Ja. Ja, ik zag nooit een reden om te huilen. Ik dacht, ja, weet je, en ik voelde dat ook nooit. Van, oh, ik word heel snel emotioneel, ook niet bij films. Nee, maar als je gewend bent om door te gaan, dan schakel je die optie als het ware ook uit. Ja. Dan verlies je het vermogen om te kunnen huilen, om te kunnen voelen, ja, eigenlijk. Ja. Ja, en ik denk dat is het fijne met mijn vriend nu. Die is super empathisch. Die voelt echt heel erg aan. Die kan met een blik of één woord gewoon al doorhebben aan de telefoon. Vooral aan de telefoon. Hey, weet je, ja, tuurlijk kan, mm-hmm, je ook al van... dan weet hij gewoon al precies wat is er aan de hand. Ja, dus dat mag er ook echt wel zijn binnen jullie relatie. Ja, en daar kan bij hem ook heel erg. Ik heb het gevoel dat ik heel erg kwetsbaar mag zijn en, ja, kan zijn. En dat het allemaal niet uitmaakt. En dus, kan hij dat ook bij jou? Ja. Ja? Alleen hij is het niet. Ik heb hem nog nooit zien huilen. Je hoeft natuurlijk ook geen. Het is een beetje een binnenvetter. Hebben. Hij praat, ja, wel over dingen, maar ja, het is toch dat je merkt minder aan hem dat er iets is. Hij kan wel. Hij denkt heel erg positief. Hij denkt heel erg in oplossingen in plaats van in problemen. Dus dan is hij meer aan het malen, denk ik, dan dat hij echt verdriet uit. Ja, maar wel bijzonder dat hij jou daarin wel dus zo kwetsbaar laat zijn, maar daarin toch zelf voor een andere manier kiest. Ja, 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 dat is toch wel. Ik merkte ook wel de afgelopen week hadden allebei zijn ouders corona en zijn vader lag in het ziekenhuis. En dan merk ik wel dat hij stiller is, zeg maar. Dat hij dan ziet hij is dan thuis vooral als hij is heel van het werk en als hij thuis is zit hij achter zijn computer alleen maar voetbal te analyseren en trainingen te maken. Dat vindt hij ook superleuk. En dan zie ik hem zo zitten en dan denk ik, oh, hij laat het dan niet. Hij zegt dan wel, ja, erg hè, ik vind het zo erg. Maar dan, je merkt verder niet aan hem, hij trekt zich gewoon terug. Ja. Hey, en wat was de laatste? Of waren dit er al vijf? Oh, nee, dit waren er volgens mij nog maar drie. Vier voor mij, ja. We hadden humor, vrijheid. Nou, vrijheid vind ik ook een beetje gelijk staan aan vertrouwen. Die heb ik ook opgeschreven, ja. Maar in principe, we vertrouwen elkaar. Ik heb ook altijd gezegd van, joh, is er een keer iets? Weet je wel, voel je je bijvoorbeeld aangetrokken tot een ander? Of weet je, praat er gewoon met me over. Ik vind dat je alles moet kunnen bespreken met mij. Zonder dat ik daar boos om kan worden. Want bepaalde dingen kunnen je gewoon overkomen in het leven. En wij vertrouwen elkaar heel erg. Dus dat vind ik ook heel fijn. Ja, maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ja, bepaalde dingen kunnen je gewoon overkomen. Ja, ik denk dat je hele leven mensen ontmoet die je prikkels zullen geven. Ja. Mensen ontmoet die je seksueel aantrekkelijk vindt. Mensen ontmoet waarvan je onder de indruk bent. Mensen ontmoet... Het is hetzelfde als je in een kamer inloopt met heel veel mensen en er zijn bepaalde mensen waar je totaal niet tot aangetrokken voelt qua vibe of energie. Qua match, ja. Bepaalde mensen waar je echt voem meteen naast staat en wauw, wat is dit, weet je? En dat blijf je gewoon je hele leven houden. Maar je kiest wel voor iemand om mee door te gaan. En... ja, dat is hij gewoon voor mij. Ik weet je, ik denk, ja, dat blijf je gewoon houden. Ja. En dat zal misschien voor sommige mensen één keer voorkomen. Voor anderen misschien elke week wel. Voor mij is dat tot nu toe nog niet echt het geval. Ik heb heus wel eens dat ik iemand zie. Dat ik denk, oh, wat een tof persoon. Of dat ik helemaal onder de indruk ben. Maar ja, het wiegen is zo leuk. Dat maar jullie dat zijn ik... natuurlijk ook nog maar relatief kort bij elkaar, ja, hè? En toch is hij mijn langste relatie tot nu toe. Ja? Ja, ik heb nooit echt gevoeld... van dit is het. Of het gaf me nooit echt. Het gaf me meer onrust dan rust. En misschien is dat ook deze fase van mijn leven. Dat ik ouder ben en dat ik denk.
ja, zo is het goed, weet je wel. Ja, maar het afgelopen jaar heeft natuurlijk voor jou ook als zangeres, als contentmaker, creatiemaker binnen die entertainmentwereld. Want zingen is niet het enige wat je doet. Is het natuurlijk een enorme, chaotische, onrustige, onveilige tijd geweest. Het is zo'n rare tijd geweest. Dus als er dan thuis gewoon zo'n grote, sterke man staat die open voor jou staat, voor hoe het met je gaat, die met je wil lachen, die jou aan het lachen wil maken. Ja. Nou, dan is dat natuurlijk, kan het onwijs waardevol zijn. Is dat onwijs waardevol? Ja, zeker. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een periode, of ik weet dat dit voor heel veel mensen een periode was waar je relatie onwijs op de proef gesteld wordt, omdat je gewoon continu op elkaars lip zit. Nou heb ik wel de mazzel dat na 3 maanden lockdown en opstartperiode daarna mijn vriend op een gegeven moment weer ging werken. Dat was eind juli, begin augustus. Dus toen was hij een stuk drukker. Daarvoor deed hij wel losse dingetjes en natuurlijk vanuit huis ook dingen. Maar dus die periode was wel heel grappig ook. We namen ook wel echt, omdat we heel veel thuis waren, echt tijd om dingetjes met elkaar te doen. We speelden elke dag een paar potjes Rummy Cup. Ja, ik heel knullig allemaal. Ik heb filmpjes daarvan voorbij zien komen. Ja. Van dat soort heerlijke knullige. En hij was er op een gegeven moment achtergekomen dat ik gek ben op legpuzzels. Ja, ik ben een wijze nerd. Ik ook, hoor. Ik hou van spelletjes. En, dus dat was wel heel grappig als hij dan wist van, oh, er zijn nu allemaal mooie voetbaldocumentaires op televisie. Ja. En dat gaat Elise echt niet trekken. Dan kwam hij met een cadeautje voor jou. Dan zette hij een puzzel op tafel. Deed hij hem open. Begon hij zo eerst de hoekjes zo te zoeken en de randjes. En dan liet hij het mij overnemen. En dan was ik gewoon tot 12 uur 's nachts. Oh, heerlijk. Ik kan gewoon niet stoppen tot hij dan helemaal af is. Ik echt vind het zo ontzettend. Dan ik kan moet er hij helemaal in verliezen. Ja, vergeet ik eten. Wel. Ik ben helemaal. Hij zit af en toe een kopje thee neer en denkt hij mooi. Dan ga ik nu die documentaire over ADO kijken. Of over die speler. Oh. Ja. Het is gewoon eigenlijk gewoon een heel smerig trucje van hem. Ja, hij zei laatst ook, ik heb weer een. Hij had een puzzel gewonnen ergens. Hij had iets gewonnen, hij mocht iets uitkiezen. Zo'n postcode loterij of zo, weet je wel. En toen had hij een puzzel uitgekozen. Zei hij, ja, die dan kan ik dan op het juiste moment even inzetten. Ik ben heel benieuwd, want ik had laatst ook met de postcode loterij, of Bankgiro had ik mocht ik iets uitkiezen. En heb ik ook de puzzel gekozen. Was het zo'n tekenfilmkartoon? Ja, de Jan van Gaast. Dus ik denk dat we dezelfde hier hebben liggen. Zo leuk. Ja. Ja, ik kan me daar in dat soort dingen kan ik me helemaal verliezen. En daarin voorziet hij jou graag. Ja. Ten gunste van zichzelf. Ja. Hey, ik heb voor jou 5 stellingen, dan wel vragen. Hmm. Bestaat de ware liefde? Ja. Ja? Ja, ik durf dat nu al te zeggen. Ik heb heel lang gedacht, nou, ware liefde. Er zijn meerdere mensen waarmee je, weet je wel, perfect. Ik geloof dat er heel veel mensen op de wereld zijn waarmee je perfect zou klikken. Waar je hartstikke leuk. En iedereen is dan wel anders natuurlijk. Maar ik heb nu wel echt het idee dat ik voor mij ware liefde heb ontmoet. Ja. En je weet natuurlijk nooit of dat op een gegeven moment ophoudt. En dan denk ik er misschien weer heel anders. Maar nu wil ik daar wel in geloven. Want ik ben wel heel, heel gelukkig in mijn relatie. Maar is dat misschien ook een dingetje dat op het moment dat je dan wel oké in je relatie zit, dan wel nog niet echt het geluk in de liefde hebt gevonden, dat je dan eerder geneigd bent om te zeggen dat de ware liefde niet bestaat? En dat op het moment dat je dus het hebt ervaren dat het er is, ja, dat je er dan eigenlijk pas in kan geloven? Ja, misschien wel. Ik heb wel, natuurlijk als je jong bent, dat je, oh ja, spannend. En dat je, waar zal ik ooit mee eindigen? Op een gegeven moment dan houdt het natuurlijk op. En ik was sowieso niet iemand die altijd dacht, op school, weet je wel, met meiden onderling, van nou, ik denk dat ik op die leeftijd ongeveer dan een man en dan zoveel kinderen wil ik later en dan zo'n soort huis en dan doe ik dit en dat. En ik had eigenlijk zoiets van, oh, op die leeftijd heb ik een platenlabel en een manager en dan op die leeftijd woon ik in LA. En ik had gewoon hele andere dingen waar ik heel enthousiast van werd. Niet zozeer ik denk dat het voor mij nooit hoofdzaak is geweest, een partner. Wel spannend en leuk en flirterig natuurlijk. En ja, weet je, ik hield wel van aandacht. Dat kreeg ik ook heel veel. Alleen het was voor mij absoluut geen hoofdzaak. Nee. Maar nu wel. Nu kwam het gewoon ineens. Ik was eigenlijk dus weer, toen naar Nederland verhuisde, compleet met mezelf bezig. Van, ik moet hier werk opbouwen. Ik moet een appartement vinden. Ik moet het inrichten. Ik moet geld verdienen. Ik moet weer vanaf nul beginnen, want ik ben 8 jaar lang weg geweest. Dus ik was zo. En op het moment dat ik dus helemaal blij in mijn appartementje in de pijp zat, het was gezellig en leefbaar. Het was zomer, weet je, ik was heel veel buiten. Dan ben ik zo iemand die heel erg beïnvloed raakt door het weer, door wat voor weer. Als het lekker weer is, ben ik echt onwijs vrolijk. En daarom was LA ook een goede plek om te wonen. Maar het was eigenlijk op een punt dat ik heel erg
blij was met mezelf. Dat hij in één keer er zo'n soort van binnensniekte. En weet je, ik had niet eens het idee van, oh, ik vind hem leuk. Ik had wel altijd dat ik heel, heel graag met hem praatte. En dat ik hem heel grappig vond. Echt altijd al wisten van elkaar. Oh ja, we liggen wel op een lijn qua. Het was altijd, waren altijd wel een paar grappige dingen dan per gesprek waar we dan heel hard aan moesten lachen. En toen ik op een gegeven moment meer met hem omging, gewoon puur vanuit vriendschap, toen in één keer dacht ik, hè, maar hij is eigenlijk. Hij is best leuk. Nog, ja, wij liepen op een gegeven moment, we hadden met een vriendin ook van mij erbij, geluncht op Leidsplein. En we liepen terug naar de parkeergarage. We waren met zijn auto en waren die dag bij de intratuin geweest en allemaal andere woonwinkels. Weet je, hij wilde ook voor zijn huis weer wat een soort van frisse winter doorheen. Weet je, hij had er 8 jaar lang niet gewoond. En wij gingen dus een beetje zo met elkaar op pad. Oh, laten we even gaan lunchen. Ja, leuk. En toen liepen we vanaf Leidsplein naar Byzantium. En toen pakte hij in één keer mijn hand. Oh. En toen zei hij zo, nou, even kijken hoe dat voelt. En toen dacht ik in één keer, huh? Maar dan heb jij dus ook in één keer zoiets van, oh. Ineens kon het er zijn. Ja, of ja, heel gek eigenlijk. En vrij snel daarna was hij mijn vriend. Maar ja, eigenlijk aan de andere kant is het misschien helemaal niet zo gek. Want jullie zijn, jij hebt natuurlijk in Amerika 8 jaar. Nou, in eerste instantie zou je daar maar heel even heen gaan. En vervolgens ben je daar 8 jaar lang gebleven. Ja. Heb je natuurlijk van alles gedaan op werkgebied. Is het onwijs gaaf en uitdagend geweest. Hij heeft ook natuurlijk een onwijs drukke periode in zijn carrière gehad. Allebei heel erg op elkaar gericht. Of op jezelf gericht. Ja. En er was helemaal geen ruimte voor een serieuze partner. Nee, en ik ben ook blij dat we allebei hebben kunnen reizen, kunnen vliegen. Een aantal dingen van onze bucketlist af hebben kunnen strepen. Ik denk als je elkaar heel jong ontmoet. Dat is met mijn broertje en zijn vriendin het geval. Die hebben elkaar echt op een 15 al leren kennen. Zijn vriendin is een van mijn beste vriendinnen. Omdat ze gewoon al ook sinds haar 15 bij ons over de vloer komt. Ja. Zijn ook wel een periode even dat zij op wereldreis ging. Dat ze lekker uit elkaar gingen en even allebei konden vliegen. Maar toen kwamen ze toch terug bij elkaar. Omdat ze gewoon dachten, ja, we zijn het wel gewoon voor elkaar. Wel gaaf dat ze ook die periode dan eventjes los van elkaar hebben geprobeerd. Precies, ja. Elkaar gewoon die oké, okay, ja. Dan gaan we nu bewust, we vinden elkaar leuk. Maar we gaan nu bewust uit elkaar. Want ik ga een jaar naar Australië en naar weet ik wat allemaal. En in Thailand. En jij gaat gewoon lekker je ding doen op kamers met je vrienden in Amsterdam. En die zijn dus heel jong. Ik denk dat het voor mij niet had gewerkt. Nee. Als ik het Wiegers toen had ontmoet. Dan op een gegeven moment waren we wel een soort van nieuwsgierig geweest naar anderen. En die nieuwsgierigheid die is nu wel gestild. Omdat we gewoon de kans hebben gehad om dat te verkennen. Ja, en nu waren jullie ook samen weer in Amsterdam en stonden jullie überhaupt open voor de mogelijkheid om? Ja, ja. Sterker nog, ik dacht echt in het begin de hele tijd, oh, maar ik val echt. Ik heb hem nooit overwogen. Ik vond zijn energie heel fijn. En ik wist, het is echt een oprecht een heel leuk mens. Alleen, ik dacht ook altijd dat ik op gewoon lange blonde, of in ieder geval echt van die Nederlandse jongens viel. Ja? Ja, ik dacht, dat is mijn type. Ik vind jullie wel heel mooi samen. Het Wiegers is eerst echt donkere jongen waarmee ik ben. Dus voor mij was dat ook een soort van nieuw ding. Van zijn ouders zijn Antilliaans, hij is vol Antilliaans. Dat is ook andere cultuur. Maar we kwamen er gewoon achter op een gegeven moment van, jeetje, ik heb 2 broers, jij hebt 2 broers. Nou, met die ene broer heb ik zo'n relatie, met die andere zo'n relatie. Bij hem precies hetzelfde. Nou, zijn ouders zijn al 48 jaar bij elkaar. Nou, mijn ouders zijn al 46 jaar bij elkaar. We kwamen gewoon erachter van, nou, ze zijn nog steeds samen. Familie is heel belangrijk in allebei onze gezinnen. En dat klikte gewoon. Dat was echt heel bizar. En ik nam hem mee naar, ik heb wel altijd de vrijheid gehad. Ik heb een hele leuke jeugd gehad om iedereen gewoon mee naar huis te nemen. En ik nam het Wiegers op een gegeven moment mee naar huis. En we hadden geloof ik 1 keer gezoend. En het was nog helemaal niet. Ik had ook mijn ouders niks gezegd van, mooi, klinkt bijna alsof je 16 bent. Hè? Ja, we hadden een keertje gezoend. Ja, we hadden een keer gezoend. En dat was echt. Toen dachten we, wow. Oh, nou. Ja. Nou, dat is dan ook wel weer positief of zo. Ja. En toen kwam hij mee naar huis. En mijn ouders zaten in de tuin. En ik ben opgevoed door mijn oom, mijn tante en mijn vader en moeder in 1 huis. Oh. Sinds ik 2 ben. Dus eigenlijk een heel warm, gezellig. Nooit kinderopvang, nooit een oppas. Altijd familie bij elkaar. En heel gezellig. Dus hij komt uit Almere. En mijn ouders wonen in Bussum nu. Dus wij naar Bussum. Hij zei van, nou, wil je mee eten? Ja, is goed. Dus hij ging mee. Toen zaten we in de tuin. Nou, zat hij gelijk met mijn vader, moeder, mijn tante, met mij en hij erbij in de tuin. Ze hebben ook zo gelachen met z'n allen. En mijn moeder, die dus altijd tegen mij gezegd heeft na elke relatie, ja, ik wist eigenlijk al dat het hem niet was. Ja, dat voel je als moeder. Bij je broer wist ik het meteen. Bij je broertje wist ik het meteen. Daar zag ik het meteen, patsboom klaar. Was ook zo. Maar bij jou wist ik eigenlijk altijd wel dat dat niet de juiste was. Want je, dat voel je gewoon als moeder. Dat zie je. Of je kind verliefd is of niet. Of en jij bent nog nooit verliefd geweest. Ik zo, nou oké. Okay. En toen had Wiegers dus in de tuin gezeten bij ons.
En nou ja, weet je, ik kon toch aanrijden in een echt zo'n auto. Weet mooie je, niet? Auto. Ja, een mooie auto. Ja, mijn ouders zijn echt van die Partij van de Arbeid, middelklas, basisschool onderwijs mensen. En superleuk, maar die geven echt geen zak om geld. En ja, weet je, ze zijn echt heel liefdevol en echt heel leuk. En mijn... Ja, Dwiegeziek, die zat in de tuin. Die had toen van die grote diamanten oorbellen in nog. En ja, weet je ook wat ik dacht van... Nou, dat is echt niks voor mij. Dat vind ik echt zo lelijk. Maar dat ga je natuurlijk draag niet zeggen. Draag je ze nog steeds? Nee. Ik heb op, het grappige is, ik heb ze nu. Maar dat ga ik zo vertellen. We komen zo terug op die oorbellen. Nee, het allergrappigste was dat hij in de thuis was. En we zaten te lachen met z'n allen. En mijn moeder die kwam daarna naar me toe in de gang. Ik ging naar het toilet of zo. En ze kwam en zegt... Elise... Zegt, ik heb echt wat met... Ik weet niet wat het is, maar ik vind hem zo geweldig. En dat heb ik mijn moeder nog nooit over iemand horen zeggen. Dus als je dat dan soort van hebt... Ja, dan voel je je vader, alweer. Je moeder hem zo ja. leuk. Ja, het was gewoon echt heel erg leuk. Ja. En op een gegeven moment zei hij ook van... ja, als ik bij jullie thuis kom, dan zit je moeder altijd zo naar me te kijken. Moet je eens opletten. Ja. Ik zat... Ja, dat kan je natuurlijk op deze podcast niet, niet zien. Maar mijn moeder zat er inderdaad echt zo... Vol verwondering. Vol verwondering. Gek op hem, ja. Maar hij is gek op het wiegers. Ja, maar als je het dus inderdaad hebt over humor... en het leuk hebben samen en het lachen... als je foto's van jullie ziet of beeldmateriaal... dan is dat ook wel wat jullie uitstralen. Ja. En jullie, in die zin zien jullie er heel mooi uit samen. Omdat er gewoon... Het zit heel veel energie. Het is heel je wordt er heel vrolijk van als je er naar kijkt. Ja, dat zijn we ook oprecht. Ja. Ik denk dat je dat ook niet heel goed heel lang kan faken. En natuurlijk, weet je, we zijn geen perfect koppel. We echt wel ruzie. Of het komt dan meestal vanuit mij. Want hij is super rustig. En als ik bijvoorbeeld... aan het PMS'en ben of zo, weet je wel. Vlak voordat ik ongesteld word, dan kan ik echt zo... een moment hebben af en toe en dan zie ik hem echt kijken. Oh jee. En dan zegt hij niks en dan zegt hij een paar uur later... als hij voelt dat mijn energie gedaald is, zegt hij... was je net weer eventjes in opstand? En dan moeten we er gewoon allebei heel hard op lachen. Daar gaat hij gewoon heel goed mee om. Ja. Dan reageert hij gewoon niet. Niet. Nee. Ik ben heel benieuwd naar de oorbellen. Ja, hij droeg altijd van die grote. Dan mocht hij op het veld natuurlijk nooit dragen. Maar dat vond hij vroeger heel mooi. Vroeger? Waarschijnlijk vroeger. Nu nog, maar hij draagt ze niet meer. Ja, nou, hij heeft er van de week voor de grap heeft hij er een ingedaan. Had hij van die grote diamanten in zijn oren. En niet als hij voetbalde, dat mag niet. Hè, dan mag je geen sieraden dragen. Maar dan als ik hem zag buiten het veld, zie hij er wel altijd in. En het paste ook wel bij, moet ik zeggen. Het stond ook wel mooi. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan hem van... joh, hoe zie je er eigenlijk uit zonder die oorbellen? Want ik had hem nooit zien voetballen, dus ik had hem eigenlijk alleen maar met die oorbellen gezien. Ja. Zei, oh, ik doe ze wel even uit. En hij zegt, ik doe ze wel eens uit als ik wedstrijden analyseer. Want dit is een periode in mijn leven waarin ik voetbalde, weet je wel. Ja, voelde dat gewoon, vond ik dat mooi. Maar nu wil ik trainer zijn. En eigenlijk is het misschien een beetje gek als ik, net als sommige van mijn spelers, oorbellen in heb. Van die diamantjes. Dus hij deed ze uit. Toen heb ik eigenlijk alleen maar gezegd, oh, wat mooi. Dat heeft hij zo nooit meer gedaan. Oh, wat goed. Ja. Alsof hij dat en toen dus zei ook hij echt op nodig gegeven moment, had. Ja, op een gegeven moment zei hij, wil jij ze niet gewoon dragen? Want ja, het zijn echt een beetje mooie zonde. Oorbellen. Het zijn mooie stenen, ja. Dus ik heb ze nu toevallig net van de week... had ik een shoot voor een juwelier. En die met een eigen diamantenlijn komt. Heb ik ze meegenomen en die zei van... joh, want mannenoor is toch wat groffer. Weet je, er gaat een grotere oorbel in. Dus ik laat ze nu vermaken, inderdaad. Oh, ik zelf wat kan cool. Dat is eigenlijk wat wel heel mooi. Grappig. Dat hij zijn hele leven heeft gedaan. Vanaf zijn 14e heb ik dan nu in korte mijn oren. Ja. Dat is wel ik dacht, we kunnen ook, als we ooit gaan trouwen, onze ringen ervan maken. En het dat scheelt... gaat misschien een beetje ver. En als jij ze kleiner laat maken voor jou, kan hij ze in ieder geval niet meer in. Kan hij ze ook precies niet pikken. Ja. Nee, volgende vraag. Een relatie tussen twee bekende mensen is vragen om problemen. Ja en nee. Ik denk dat het heel hectisch is. Omdat je allebei heel druk bent en continu in de schijnwerper staat. En er wordt inderdaad een licht op je relatie geschenen. Mensen vinden het interessant wat je doet. Willen van alles van je weten. Dus ik denk ook als het misgaat, weet je, dan kan het in een blad staan. Weet je, dan hebben mensen daar een mening over. Terwijl als je niet bekend bent, dan hou je dat soort dingen gewoon lekker in je eigen kring. Ja. Dus dat heb ik wel meegemaakt in het verleden, dat er een relatie overging en dat het echt meteen op R2 Boulevard was en dat mensen
we gingen bellen. Ik had ze niet eens zelf kunnen vertellen. En daar was ik wel kapot van toen. Maar waarom het wel werkt, is omdat je... Ik denk dat mensen die doen wat ze leuk vinden, staan heel erg in hun kracht. Daarom zijn mensen die ergens heel erg goed in zijn en ook gevonden hebben waar ze goed in zijn en dat ook leuk vinden, heel sterk. Vrouwen houden ook vaak van sterke mannen natuurlijk. Van mannen die succesvol zijn. Van mannen die vinden wat ze in ieder geval leuk vinden. En uitstralen. Ook al ben je vuilnisman. Weet je? Maar als dat je passie is, dan ben je gewoon een heel leuk mens. En dan gaat het niet eens om het geld dat ze verdienen. Precies dat. Ja. Precies dat. Want het zijn vaak gewoon prettigere mensen. Omdat ze gewoon weten van dit is wat ik leuk vind. Ja. Ik heb dat ook. Ik ben ook leuker als ik meer werk heb. En afgelopen week had ik dus in één keer een paar klusjes. Terwijl coronatijd heel rustig voor me is geweest. En dan ben ik echt... Dan voel ik mijn energie gewoon veranderen. Dan ben ik zo blij. Dan voel ik me weer nuttig. En dan voel ik me weer creatief. En dan heb ik overal zin in. En dan ben ik creatief geprikkeld. En wil ik weer nieuwe dingen maken. En ja, als je natuurlijk heel lang niks doet. Of in ieder geval niet doet wat je leuk vindt. Dan neemt dat ook heel erg af. Dan ga je ook weer twijfelen aan jezelf. Van misschien omdat ik niet goed genoeg ben. Of, weet je? En dan dat maak je ook een minder leuk persoon. Het Wiegers en ik vinden allebei... Weet je, zoals ze in Amerika heel mooi zeggen, weet je, als je vindt wat jouw kracht is, you align with your purpose, en dan ben je eigenlijk op je sterkst. En dat maakt iemand heel aantrekkelijk. En ik denk dat het Wiegers doet waar hij heel goed in is en wat hij heel erg leuk vindt vooral. En ik ook. Ja. Dus aan de andere kant, we begrijpen elkaar daardoor wel heel erg goed. En je begrijpt de chaos die er af en toe is, de last minute, dingen die ineens moeten gebeuren. Ik begrijp dat hij is... qua communicatie soms niet heel sterk. Dus van, trouwens, ik heb vanavond dit. Ik ga volgende week 10 dagen weg. Dus dat hoor ik dan soms. Wordt het op het laatste moment op mijn bordje gegooid. En kan ik best wel eens denken van, hè. Shit. Maar dan moet ik allemaal dingen gaan verzetten of afzetten. Dus. Maar ik kan het ook heel makkelijk loslaten. Heb ik wel geleerd. Want dat hoort ook bij zijn werk. Ja. En je rekent het hem niet af. Ja. Dat je natuurlijk nog wel eens wat ziet gebeuren. Maar het is onderdeel van zijn werk. Precies, en het interesseert me echt helemaal niks dat Valencia gisteren gewonnen of verloren heeft. Of dat wie er nog in de beker zit. Of dat Feyenoord 3 penalties... Oké, dat vind ik dan wel vervelend. van Feyenoord. wel dat Feyenoord 3 onterechte penalties tegen wil, word ik wel een beetje boos van. Maar verder, weet je, hij praat met zoveel enthousiasme erover. Moet je zien, en dit is nu. En dan omschrijft hij de dingen op een bepaalde manier dat zelfs ik er enthousiast van word. Ik denk, als je mij al enthousiast kan maken over dit soort dingen, dan ben je er wel heel erg gek op. Ja. En als je zou kiezen, er is nu geen keuze geweest, want hij was daar ineens in jouw leven. Mm-hmm. Als je zou kunnen kiezen tussen een relatie met een bekend iemand of met een onbekend iemand? Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik heb ook genoeg relaties gehad met onbekenden die ook leuk waren. Ik heb altijd wel voor humor gekozen. Het was nooit een en al ellende. alleen voor mij het gevoel dat ik er altijd compleet voor wilde gaan. Dat miste. Gewoon dat gevoel van dit is het en dit is goed. En dit is de persoon waarvoor ik kies. Maar nee, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Volgende. Dat is een beetje een stelling. Jaloezie en vreemdgaan zijn dooddoeners binnen een relatie. Wel als er gelogen wordt, denk ik. Als zoiets een keer zou gebeuren, denk ik nog wel dat als hij het uitlegt, dat ik een soort van zou kunnen begrijpen. Omdat ik weet, ik geloof niet dat mensen echt monogaam horen te zijn. Ik denk dat er wel voor iedereen, wat ik al eerder zei, meerdere mensen zijn. Alleen dat je daar dus heel sterk in moet zijn. En dat je ook bewust moet kiezen van, en ik hou niet van liegen. Dus als hij echt een affaire aan zou gaan met iemand en echt liegt. En me echt bedriegt op die manier. Maar als hij eerlijk zou zeggen tegen mij van, ik voel zoveel prikkels. En ik moet het gewoon aan je kwijt. En dan zou ik alleen maar zeggen, wat bijzonder dat je dit met mij deelt. En wat kunnen we eraan doen? En wil je dat verkennen? Of hoe kut het ook is voor mij? Want het is wel iets wat gebeurt in het leven. En wat heel veel gebeurt. Er zijn natuurlijk onwijs veel mensen die scheiden. En ik heb liever dat iemand die problemen met mij bespreekt. Dan achter mijn rug om liegt. Ja. En dat stukje jaloezie? Ik denk dat je altijd. Altijd wel jaloezie zult houden. Maar ik ben ook wel eens met jongens geweest die ziekelijk hierdoor zijn. En Hedwiges is dat totaal niet. Ik ben nog gewoon vrienden met bepaalde exen waar ik gewoon mee afspreek. En sterker nog, toen ik net met Hedwiges ging, toen
stond mijn ex ook gewoon op mijn verjaardag. En we werden daar ook gewoon uitgenodigd. En het is gewoon prima. En wij zijn ook gewoon vrienden. Ik bedoel, ik ben ook meerdere malen. Ik ben zelfs op een reisje geweest met iemand waarmee die een relatie heeft gehad. Dus met z'n allen op reis. En ik heb ook nog een andere vrouw ontmoet waar we mee is geweest. Waar we hartstikke leuk mee zijn gaan stappen. En waar ze zei van, ik ga even nog met haar thee drinken. Gezellig. Ik zou prima, veel plezier, doe de groeten. En dat geeft juist dat vertrouwen van, wauw, weet je. Dat ik hier nu ben en dat ik dit kan. Dat ik misschien toen ik jong was minder goed gekund. Dat geeft juist hem ook meer zoiets van, wauw, wat een vrouw, weet je. Ze en dan kan je gewoon elkaar die vrijheid precies, ook geven. Precies, precies. Ik vind het heel fijn als ik met vrienden afspreek. En ik heb best wel veel mannelijke vrienden. Ik vind ook, er zijn ook nog wat meningen over verschil. Van ja, ik kan geen vrienden zijn met een man. Want een man wil altijd iets, dat geloof ik niet. Ik heb wel echt goede vrienden waarmee ik ook mee op vakantie ben geweest. En waar misschien nooit iets mee is gebeurd. Maar waar ik wel gewoon lekker mee ga eten. En thuis een filmpje mee ga kijken. Ja. Vindt hij ook prima. En als hij het niet vindt of als hij toch twijfelt ergens over. Dan vraagt hij het gewoon en dan kan ik het ophelderen. Als je allebei een drukke agenda hebt, dan blijft je relatie leuker. Eigenlijk ben ik het daar wel een beetje mee eens. Want als je elkaar dan ziet. Ik heb nu zoiets van, hij is elke dag weg. Elke dag. 6 dagen in de week Almere City. Maandag tot met zaterdag, zondag Fox. Zat hij ergens op het veld, heeft hij nog ook een paar avonden. En als ik hem dan zie, kan ik soms echt blij zijn. Van, oh yes, hij is thuis. Gezellig. Is het daarmee eigenlijk het misschien wel het geheime ingrediënt voor een hele fijne relatie? Ik denk het wel. Nou, ik denk gewoon, doe wat je leuk vindt, sowieso. Mm-hmm. Dat maakt jou een leuke persoon. En dat is wel een heel groot, dat is belangrijk. Als ik niet doe wat ik leuk vind, kan ik gestrest zijn, gefrustreerd zijn. Dan reageer ik dat vaak af op iemand die dichtst bij me staat. Meestal mijn vriend of mijn moeder. Die krijgen het aan te verduren. Ja, het is heel vervelend, maar ik weet dat die me toch ondanks alles de naarste kant die ik van mezelf zou laten zien, alsnog van me zouden houden. En dus ik voel ook de veiligheid om daar af en toe lekker tegen te snauwen. Ja. Ja, hoe erg het ook klinkt. Ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft, weet je, dat je af en toe gewoon even een bitch kan zijn en dat je weet het is oké daarna. Ik denk als je dat de hele dag doet niet natuurlijk, dan is de relatie snel over. Maar dat weegt ook op tegen de leuke momenten. Intimiteit is belangrijker dan seksualiteit. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Wat is intimiteit voor jou? Ik hoef niet elke dag seks te hebben, maar ik wil wel elke dag even aanraking voelen. Ja. Ik wil elke dag wel, en wij zitten altijd tegen elkaar aan. Pakken heel vaak elkaars hand. Zoenen nog met elkaar. Weet je, op een gegeven moment denk ik dat heel veel relaties ook. Dat, ja, op een gegeven moment gewoon een soort van hey, gewoon relax. En je vergeet dat soort dingen. Dat soort dingetjes vind ik heel fijn. En dat vind ik belangrijker dan. Ja, dan elke dag de lakens met elkaar delen. Ik bedoel, ik vind het heerlijk dat hij me de hele nacht vasthoudt. En dan. En dat ik hem dan ik ben heel benieuwd draaien. Waar je aan denkt. En dat ik dan. Nee, ik heb heel vaak. Hij moet natuurlijk heel vroeg op voor zijn werk. Hij is heel vaak gewoon om 6:45 op, om 7:00 de deur uit. En s'avonds laat pas thuis. Dus dan ligt hij al te slapen. Dan zit ik nog in een serie of zo. Dan ligt hij op zijn rug. En dan ligt hij te snurken. En dan draaien. En dan draait hij om. En dan draai ik ook vaak naar hem toe. En zo draaien we echt de hele nacht een beetje om elkaar heen. Maar ik vind dat heel fijn. Ik heb ook vriendjes gehad die het helemaal niet fijn vonden om me vast te houden. Of die het heel heet kregen. Maar hij heeft altijd dat hij gewoon me opzoekt. Ja. En dat voelt gewoon heel, heel fijn en heel veilig. Ja, maar als je zegt, hij is dus. Het komt vaker voor dat jij 's avonds nog wakker bent terwijl hij al naar bed gaat? Ja, hij valt gewoon snel. Hij werkt zich helemaal kapot. Dus hij valt gewoon 's avonds. Is hij echt moe. En ik heb natuurlijk minder te doen. En minder inspanning. Ik probeer me aan de coronaregels te houden. Door eigenlijk zo min mogelijk naar buiten te gaan. Dus ik ben eigenlijk. Dan ben ik soms echt dagen thuis zonder dat ik naar de Albert Heijn ga. Of dat ik gewoon echt binnen ben. En dan heb ik gewoon veel meer energie. En ik ben ook best wel een avondmens. Dus ik hou ervan om gewoon lekker laat nog even te lezen. Of een serie te kijken. Dat vind ik ook fijne afleiding. Want ik kan ook best wel in mijn hoofd zitten. En als ik dan iets kijk of ik lees iets, dan zit denk ik even niet aan mezelf. Hoofd. Precies. Ja. En als je het dan hebt over dat stukje seksualiteit. Hè? Vaak is. Voordat je gaat slapen, is een moment waarop seks kan plaatsvinden. Ja, zeker. Als je dan al niet met elkaar, überhaupt met elkaar slaapt, in hetzelfde bed slaapt, dan wel niet tegelijkertijd naar bed gaat. Ja. Dan is dat toch voor heel veel stellen een moment dat dus daarin verloren gaat. En als hij dan ook weer heel vroeg op moet staan.
Om het dan een soort van te laten gebeuren. Ja, wanneer... Ik moet wel zeggen dat het op dit moment een stuk minder spontaan gaat dan normaal gesproken. Ja, maar zo van, seks is nooit vanavond spontaan. Vanavond ben ik sowieso laat thuis. Weet je wel dat je wel... Ik vind wel dat je er ook tijd voor moet maken. Als je weet van nou, we zijn nu alleen maar weg en we lopen helemaal langs elkaar heen. En ja, dus gewoon echt oprecht wanneer, ja. Weet je? Dat je dan wel een soort van ook een soort soms moet gaan plannen. Hoe asexy dat ook klinkt. Dat je inderdaad dat het wel gebeurt. Ja. Ja. Maar jullie zijn je daar wel bewust van? Ja. Ja, ja zeker. Ja. Maar seks is nooit spontaan. Hè? Het lijkt heel vaak heel spontaan. Ja. Maar het is helemaal niet spontaan. Er moet altijd is iemand die het initiatief neemt. Je moet er ontvankelijk ja. Voor zijn. Moet allebei dus, dezelfde vibe zitten op hetzelfde moment. Precies. Ja. Of de een zit daar al in en de ander is bereid om daarin mee te gaan. Dus het lijkt zeker in het begin... lijkt het alsof het heel erg spontaan ontstaat. Maar dan is het gewoon veel makkelijker om inderdaad samen... Omdat je een continu gevoelens hebt natuurlijk. Precies. Ook. Van oh, spannend, alles nieuw, oh, ja. Heel. Ja, dan ben je continu aan het voeden. Dus je staat continu aan. Je bent continu bereid om seks te hebben. Ja. Ja, en later wordt het weer een soort van normaal ding. Nee. Zeker in deze coronatijd. Omdat je gewoon continu samen thuis bent. Ja, dan wordt het heel snel gewoon natuurlijk. Ja. Maar is seksualiteit belangrijk voor jou? Niet eens zozeer seks hebben, dus het handelen daarna, maar überhaupt het concept van seksualiteit. Ja, het is wel belangrijk voor mij. Ja. Ik denk dat ik ben best wel, mijn moeder is best wel conservatief. Dus het was vroeger wel echt zo van, ik was als allerlaatst, ik was nog heel veel met mijn broers op straat aan het spelen. Terwijl vriendinnen van mij al lang vriendjes hadden gehad of een keer hadden gezoend of zelfs seks gehad. En ik was er wel heel laat mee altijd. Maar, en ik was heel stil. Ik had heel erg last van faalangst. Ik was heel verlegen. Ik was heel snel had ik een rode kop als ik met iemand praatte. Daar ben ik wel door mijn carrière, doordat ik zingen zo leuk vind. En als je professioneel wil zingen, ja, dan moet je, en je wilt daar je geld mee verdienen, dan moet je wel een soort van ergens in de schijnwerper staan om daar ook, om daar ook echt je geld mee te verdienen. Wat ik dat zo leuk vind, heb ik me daar wel een soort van overheen gezet en ook over mijn preutsheid van vroeger. Want als je jou nu ziet, ja. Dat is alles behalve preuts. Precies, ik heb ook een wijze transformatie doorgemaakt. En ik heb wel echt, ik vond het heel, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld een cover deed van een magazine, de Maxime of zo. Ik was ook heel erg van, oh nee, geen blote buik. Oh nee, oh, zo erg mezelf beschermen van, oh, straks vinden mensen dit of dat. En dat heb ik wel heel erg losgelaten. Ik heb nu echt zoiets van, ik vind het heerlijk. We zijn allemaal naakt geboren. What the fuck maakt het uit? En het is heerlijk om sexy te zijn of sexy gevonden te worden. Zeker door je vriend. En ik zou ook nooit heel lui worden. En ik zou altijd wel iets aan mezelf doen. Ik zou niet de hele dag in joggingpak thuis gaan lopen. Nee. Of zo. Maar het is inderdaad de foto's van jou, de beelden die er zijn. Dat zijn natuurlijk onwijs sexy beelden. Ja. Maar volgens mij hoef jij er niet heel erg veel aan te doen. En je bent al sexy. Ja, ik heb ook niet het idee van, oh, ik wil echt super sexy zijn. Dus ik ga nu dit aantrekken met niks eronder of zo. Het is een soort van iets wat gewoon heel vaak zo komt. Met William Rutte schiet ik vaak mee. Of ik redelijk vaak mee geschoten. En ook heel vaak vrij werk. En dan kan je gewoon eigenlijk alles doen wat je wilt, weet je wel. En we hebben zo vaak dat we gewoon begonnen met allemaal leuke kledingstetjes. En dan wordt het heel snel een beetje dat 100% NL-steltje, weet je wel. Gewoon lachende foto's. Als je echt iets cools wil maken, weet je, is het toch een beetje edgy als je net een sideboob ziet of een been of zo. Ja, het is ook wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld foto's van fotomodellen die ik tof vind, bijvoorbeeld van Kate Moss, ja, die is dan echt naakt, volop volle glorie, alles in beeld. Maar dat zijn dan vaak die rauwe, ja. En ze komen ermee weg. Want echte emoties, ja, vind ik ook. Weet je, ik vind het ook mooi. Ik denk, ja, nu kan het nog. Ik ben 38 op een gegeven moment. Denk, nou, doe maar niet meer nu. En het is alles behalve ordinair. Ja, en ik denk, het is ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk voor mezelf om in shape te blijven. Weet je, om niet, om gewoon een goede conditie te houden. Maar ook gewoon mijn kleren die ik 20 jaar geleden had, kan ik nu nog steeds aan. Ook gewoon handig, weet je. Heel economisch verantwoord. Zeker in deze tijd. Ja, dan mag je voor de rest niks nieuws kopen, hè? Nee. Dat moet ik dan nog een beetje... Inderdaad, daar moet ik nog een beetje aan wennen. Moet ik nog even leren. Maar ja, ik vind het ook belangrijk voor mijn vriend om er gewoon wel aantrekkelijk uit te blijven zien voor hem. Ja. Ik moet niet dat ik graag mager hoef te zijn. Hij houdt ook echt wel van billen en van vormen.
En hij zal nooit zeggen, nou schat, het is tijd om naar de sportschool te gaan nu. Maar ik vind dat zelf gewoon ook lekker. Ik voel mezelf ook het meest happy als ik sport. Ja, en over sexy foto's gesproken. Wat was het vorige week? Zag ik een tatoeage van een foto van jou voorbij komen. Ja. Op iemands gewoon lichaam. Ja, op iemands bovenarm. Ik dacht eerst nog, is het een been? Is het een, wat is dit? Ja, was ik in getagd en ik dacht, nou, dit is mijn kop. Ja, want het is een hele sexy foto van jou ook. Ja, het is alleen het gezicht, maar de expressie is echt, voelde ik me toen ook. Er gebeurt van alles. En ik had hem, ik dacht namelijk dat 2020 echt een onwijs leuk jaar zou worden. Dus ik had hem op 1 januari gepost of zo, weet je wel. Van Unleash the Tiger, let's go. Ik heb gewoon zin om in mijn kracht te staan. En zin om mensen blij te maken met muziek. Mensen dingen te laten voelen, emoties te delen door middel van wat ik leuk vind om te doen. Ja, want je woonde toen net samen. En het begin van het nieuwe jaar. Helemaal klaar lekker voor. Helemaal in Nederland gevestigd. Ja, huppakee. Laten we muziek gaan maken. Leuke dingen doen. Die delen, weet je wel. Ja. En dat liep natuurlijk allemaal heel anders dan we hadden verwacht. Maar inderdaad, die foto heeft dus iemand blijkbaar zo mooi gevonden dat ze die op hun bovenarm hebben gezet. En dit was dus een man die zijn dochter ook al Elise heeft genoemd, zei hij. Oh, wauw. Dat heb ik wel vaak meegemaakt. Dat ik inderdaad babytjes ontmoet die Elise heet. Zijn er naar jou vernoemd? Ja. Met welke gedachten? Nou, ik hoop... Nee, niet wat ik hoop. Ik hoop wat een vrolijke vrouw, maar ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze me dan wel een leuk persoon vinden. Of in ieder geval een soort van inspiratie. Of gewoon de naam heel mooi vinden. En doordat ze mij ergens zagen, misschien een presentatie van een programma of op een podium. Dat ze dachten, oh cool, Elise, weet je. Ja, maar een naam vind ik dan wat anders dan een tatoeage. Ja. Ja, hij had dan al zijn dochter Elise genoemd en hij zei van ja, het leek me toch een mooie eerbetoon om dan ook nog een soort van foto van jou. En ik vond hem wel heel mooi getatoeëerd. Ja. Ik zat te kijken op de page van die tattoo artist en die had echt, kijk, het was een beetje een gedraaide foto, dus je krijgt dan sowieso een beetje een ander gezicht. Maar die foto's op zijn page waren echt bizar goed getatoeëerd. Dus ik vond het ook wel een hele grote eer. Ja, en als zoiets dan gebeurt, hè, wat vindt het Wiegers daar dan van? Vindt hij daar wat van? Of? Ik heb veel met toch al met wat gekkere mensen ook te maken gehad. Via social media, stalkers, gewoon wel vervelende situaties. Dus die had gelijk zoiets van, ja, moet je nou wel reageren? Ik zeg, ja, ik wil graag weten waar die tatoeage staat en of het echt is, weet je wel. En of ik het mag posten, weet je. Ik ga niet zomaar iets van iemand online zetten. Misschien wilde hij dat wel helemaal niet, want ik vond het toch wel heel cool. En... toen zei ik, nee, ik heb het gevoel dat deze man hier hartstikke cool is. Hij heeft ook nooit meer een bericht naar mij gestuurd of zo. Het was gewoon echt, het was niet iemand die rare dingen ging sturen. Het was gewoon, nee, ja, cool, ja. Mijn dochter heet ook Elise en hij heeft verder ook nog nooit eerder een berichtje gestuurd. Dus hij is gewoon beschermend. Zo van, oh, weet je, want je hebt last gehad van vele mensen. Misschien als je hier nu op ingaat, dat zo iemand dan een opening ziet. Dat heeft hij dan wel, maar dat is meer omdat hij mij probeert te beschermen. Ja, want hebben jullie wel eens op een vervelende manier, zowel jij als Hedwiges. Mijn moeder is een hele grote voetbalfan, dus die heeft het altijd over Maduro. Ik ben niet de enige hoor. En Hedwiges is natuurlijk ook een vrij complexe naam. Hebben jij dan, Hedwiges, of jullie samen last gehad van vervelende aandacht? Ik wel. Bij hem, ik denk het ook wel, maar meer vanuit de voetbalwereld misschien, weet je wel. Wij gaan bijvoorbeeld niet gezellig een dagje door Rotterdam wandelen om te winkelen. Hij speelde wel echt als in de Ajax jeugd ziet. En naar Ajax. Terwijl hij Feyenoord ook gewoon een fantastische club vindt. Hij zegt, ja, ik analyseer nu voetbal vanuit een oogpunt van, joh, speelt die partij goed, dan geef ik die partij credit, weet je, dan wijs ik de goede dingen ook aan. En dat probeer ik ook altijd in plaats van negatieve dingen. Probeer ongeacht het netnummer. Precies, ongeacht het netnummer. Hij weet ook dat ik het toch wel een groter zwak heb voor Feyenoord dan voor Ajax. Ja. Maar dat is juist ook alweer heel grappig. Maar wel bizar dat je dus daar wel dan over na moet denken. Dat je dus niet gewoon door Rotterdam heen kan lopen. Nou, hij kan het wel. Hij is ook wel eens Rotterdam gaan stappen. Hij heeft ook een keer als verrassing voor mij een kleed wat ik heel graag wilde. En toen kwam ik terug uit Amerika. Toen lag dat kleed in mijn woonkamer super lief. Dus toen is hij naar Rotterdam het geweest. Het was de enige winkel waar dat kleed nog lag, was Rotterdam. Toen zei hij, nou, ik had wel de auto even voor de winkel geparkeerd. Hij is niet bang aangelegd. En ik denk dat heel veel mensen hem ook wel mogen. Omdat het geen vervelende voetballer was. Weet je niet, geen zuiger, geen hakker. Het was gewoon iemand die niet aan het zagen was op het veld. Of
Het was wel gewoon een slimme, vooruitdenkende speler. Ja. En zei ook, ja, ik was niet, misschien niet de snelste van het team, maar ik dacht heel erg vooruit, zodat ik op de juiste plek stond als de bal daar aankwam. Veel analytischer, eigenlijk wat hij nu dus doet met die wedstrijden. Dus ja. Ja, hij legde mij ook uit dat heel veel goede coaches zijn heel vaak de middenvelders. Ja. En de tactische denkers, omdat een spits bijvoorbeeld roept, hey, speel de bal naar mij en dan maak ik het af. Die hoeft niet zo ver te denken. Dus vaak hebben die al een voorsprong als ze inderdaad een opleiding gaan doen om professioneel coach te worden. Ja. Het is wel heel grappig. Hij heeft me heel veel dingen uitgelegd waar ik echt totaal geen idee van had. En waarvan ik een soort van eureka moment had van, oh, hé, werkt dat zo? Oké, cool. Hey, en dan even als haakje op het voetbal. Ben jij een voetballersvrouw? Voel jij je zo? Of zien andere mensen jou zo? Ik denk dat andere mensen me wel zo zien. Maar ik denk eigenlijk een beetje dat ik een tegenbeeld ben van een voetbalvrouw. Als ik het woord voetbalvrouw, en ik denk dan heel kortzichtig eventjes, dan denk ik dat heel veel mensen, als ik me daar even plaats, denken een vrouw die alleen maar mooie spullen geeft, die een beetje meelift op het succes van haar man misschien, die thuis zit en voor de kinderen zorgt, omdat haar man dus echt zo druk is met zijn voetbalcarrière, dat dat ook wel echt op haar schouders terecht komt. Misschien een beetje een verwende vrouw. Ik denk dat heel veel mensen dat denken, terwijl ik ken niet heel veel voetbalvrouwen, maar ik ken er wel een paar die super ambitieus zijn en keihard werken. En het feit waarom ik me in ieder geval niet zo'n voetbalvrouw voel, is omdat ik Edwiges nooit heb zien voetballen. Hij heeft me meerdere malen uitgenodigd. Kom naar Valencia, kom, ik betaal een ticket voor je, kom naar Cyprus. Ik ben nooit gegaan. Dus ik heb hem nooit zien voetballen. Op het moment dat hij stopte, zijn we samengekomen. Dus een trainersvrouw word ik waarschijnlijk wel. Maar ik hoop dan wel dat mensen me ook kennen van mijn eigen dingen, van mijn liedjes. En wat houdt een trainersvrouw dan in? Ja, als hij trainer wordt, nu ook. Bij Almere City doet hij natuurlijk, ik weet niet of je dat weet trouwens, doet hij team onder 21. Dat is een beetje beloftesteam. Dat zijn de jongens die hopelijk doorstromen naar het eerste. En die komen vanuit onder 18. Dus hij zit dan echt een beetje daartussenin. En super, super leuk om te doen. En ik heb eigenlijk geen wedstrijd gemist. Ik vind het dan heel veel spannender dan dat hij het vindt. Mm-hmm. Ik kan ook veel minder goed tegen me verliezen dan dat hij dat kan. Hij denkt dan gelijk van wat kunnen we volgende keer beter doen. Ik denk god damn it, die kutploeg. En die speler. Die liet ze gewoon maar vallen. En ik kan dan echt... Ja, maar jij zit dan veel meer met je emotie in het moment. Ik hoop gewoon het beste voor hem. Ja. En hij is al veel meer bezig met, ja, maar wat nou volgende week? Dat gaan we anders precies. doen. Precies. Oh ja, dit kunnen we verbeteren. Ze moeten ook leren te verliezen natuurlijk. En we daarmee om leren gaan. Vooral als ze in echt prof worden. En hij bekijkt ze ook veel meer vanuit zichzelf natuurlijk. Omdat hij al jong begon. En heel veel jongens waarmee hij speelde bij in de jeugd. Die hebben het ook helemaal niet gehaald natuurlijk. Is maar een heel klein, misschien 5% redt het. Weet je wel, bij die club om door te breken in het eerste. En de rest gaat allemaal naar andere clubs of stopt ermee. Of is niet goed genoeg. Haakt af of valt af. Hey, en stel, we hebben het hier helemaal niet over gehad en we gaan hem zo afronden. Dus we gaan het daar verder ook niet over hebben. Maar stel dat, er komen kinderen. Ja. Gaan die dan voetballen? Waarschijnlijk wel. Ja, ik denk zelfs als het meisjes zijn dat ze wel. Maar daar willen we ze vooral zelf in laten kiezen. Ik denk als je een vader hebt die zo voor dat voetbal leeft? Ik denk dat je dan wel heel erg beïnvloed bent door je ouders. Maar... ja, er zijn genoeg kinderen van voetballers die er totaal geen interesse in hebben, denk ik wel. En mijn moeder bijvoorbeeld en mijn vader zitten allebei in het onderwijs. En die zeiden altijd, oh, later word je lerares, zo leuk, weet je wel. Net als, kan je zo goed, weet ik zeker. En zelfs toen ik mijn eerste plaatcontract tekende, zei ik, mam, ik heb bij Spinning Records getekend. Weet je echt wel zeker dat je niet het onderwijs in wilt? Dat ik echt dacht, mam, jezus, ik heb gewoon een platencontract. Maar wilden ze jou niet ook een beetje beschermen daarin? Dat heel ze je erg. Weg wilden houden van de gekke entertainmentwereld en dat onderwijs, dat was rustiger, dat was oké. Ja, veilig. Ja. Ja, dat is vooral hoe mijn ouders natuurlijk heel beschermend over hun kinderen. Dus dat snap ik ook wel weer. Maar mijn moeder, die zong wel altijd. Die heeft echt in de Nederlandse Bachvereniging gezeten en Matthäus Passion gezongen. Dus bij ons thuis werd wel heel veel gezongen en heel veel muziek gedraaid. En omdat ik 4 ouders had, mijn oom, tante, vader, moeder in één huis sinds ik 2 was, heb ik wel ook allemaal verschillende soorten muziekstijlen
kunnen beluisteren. Terwijl ik opgroeide. Mijn oom luisterde weer naar country. En ook naar de Beatles en de Rolling Stones. En mijn tante luisterde weer heel erg naar Robert Long. En ook weer allemaal andere cd's in de kast. En Kate Bush. En mijn vader luisterde weer Mozart. En Pat Metheny. En gekke jazzplaten. Maar ook heel veel Herman van Veen en Jules de Kort. En mijn moeder die had weer cd's. Die ik zelf stiekem dan mee naar boven nam. Maar mijn eigen cd-spelertje. Van Diana Ross en Michael Jackson. En ja... Gewoon totaal andere Whitney Houston, weet je? Totaal andere muziek dan... Dan de andere. Ja, dan de andere. Dus dat was weer ook weer heel erg leuk. Het heeft mij weer heel erg gevormd nu. Ja, maar waarschijnlijk hetgene wat eventueel, hè? jullie kinderen zijn voor... Dat zou dan waarschijnlijk de liefde voor iets zijn. Voor kunnen doen wat je echt leuk vindt. Dat hoop ik wel. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen op deze planeet komt met een kwaliteit. Iets waar ze heel erg goed in zijn. En dat het aan jou is om dat te vinden. En dat je dan inderdaad een sterke persoon bent en een gelukkige persoon. Hey, wij moeten hem alweer gaan afronden. Ja, was leuk zeg. Ja, ja ik fijn. Was het voor echt zenuwachtig. Wat fijn. Ja. Hey, is er nog iets waarvan jij zegt, nou, als ik iets kan nemen uit de relatie met mij en het Wieges, dan is dit wat ik andere mensen wil meegeven of wil leren. Of iets wat bij ons werkt, waardevol is. Ja, bespreek altijd alles. Alles, overal wat over te praten. En als dat niet kan, dan denk ik niet dat je relatie... Maar wat nou als je niet zo goed kan praten? Want jij kan goed praten. Zoek dan bijvoorbeeld hulp van jou. Er zijn genoeg seksuologen, psychologen waar je hulp bij kan zoeken. En praten is nooit erg. En dat is juist... daarmee bereik je juist heel veel, naar mijn mening. Ja. Hey, het nummer waar wij hem mee gaan afsluiten, ja. Dat is van Janelle Monáe. Janelle Monáe is zo Janelle sexy. Ja. Ja, het gaat over haar vriendin. Mm. Ja. Waarom dit nummer? Nou, het is een nummer wat ik zelf heel vaak luister. En ik hou ook wel echt van, ik hou natuurlijk van allerlei soorten muziek, maar ook wel van feel good. En dit is wel een nummer, jij zei joh, kan je een nummer uitkiezen wat je een bepaald gevoel geeft? Dit is wel echt zo'n sexy nummer, vind ik. Ja, Janelle Monáe. Zeg jij het even, dan knippen we dit Janelle eruit. Janelle Monáe. Hey, onwijs bedankt. Nogmaals, ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond het ook super leuk. Dankjewel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know what love is, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. No, I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So it's so good. Me feel. That's just the way you make me feel.